In Suriname kunnen we heel snel weer COVID-19 cases en clusters krijgen. Dit haalde de directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jesseren, gisteren aan op de persconferentie van de overheid. Ze zegt dat vooral de oostgrens een grote dreiging is. Daarom hoeven we niet in een hoera-stemming te zijn. Jesseren vindt het belangrijk dat de gemeenschap alert blijft. En dan weet ik dat we moeten gaan naar een zogenaamde normale situatie weer. Maar laten we het een naam geven. Laten we het de new normal noemen. Want volledig normaal, zolang we geen vaccins en medicijnen hebben, bestaat er geen volledig normaal. Het gaat een nieuwe normaal worden, waarbij er natuurlijk vanuit alle ministeries ook bekeken zal worden hoe wij die nieuwe normaal gaan bereiken. Het wordt dan ook steeds aangegeven, ja, wanneer versoepelen we? Nam het woord versoepelen gelijk corrigeren in aanpassingen. Het is geen versoepeling, het is aanpassing. In de public health noemen wij dat aanpassing. Singapore heeft ook aangepast, heel snel. Denemarken ook. En zo zijn er nog een paar landen te noemen. En plotseling zie je een surge. Plotseling zie je een stijging in COVID. Let wel, ze hadden wel community spreading. Wij hebben nog geen bevestigde community spreading. Maar het zit er allemaal in. En als je dan rondkijkt, en wanneer ik zo op straat reed, dan ben ik ervan overtuigd dat we geen community spreading hebben, want de regels worden niet aangenomen. Als ik langs de markten reed, als ik langs sommige plaatsen reed, als ik ergens stop, merk ik dat men zich niet houdt aan de regels. Jesseren zegt dat de alertheid die er was nadat het eerste besmette COVID-19 geval in Suriname was geregistreerd, duidelijk is gaan dalen. Volgens haar is het juist die alertheid die ertoe geleid heeft dat er nu geen actieve cases zijn in Suriname. Zolang je geen aanwezigheid van treatment, van behandeling, van vaccins hebt, zal je heel voorzichtig naar je maatregelen moeten kijken. En vooral de gemeenschap, participatie gaat daar een grote rol spelen. En dan kan ik misschien even alvast wat verklappen. En dat is dus dat we ook hebben geplaatst om een survey te doen onder de Surinamers. Dat we zeggen, onderzoek, hoe bewust zijn we eigenlijk echt wel? Want iedereen weet iets over COVID. Iedereen praat over COVID. Maar hoe bewust zijn we? En dat gaat een rol spelen, omdat die bewustwording van de gemeenschap gaat maken dat als maatregelen aangepast worden, wij ook redelijk veilig gesteld zijn en beschermd. Tot zover directeur Cleopatra Jesseren van Volksgezondheid. Ze sprak gisteren op de persconferentie van de overheid rond de coronacrisis. Suriname heeft nu geen actieve COVID-19 cases.